Het idee dat hij zijn ouders trots kan maken door mee te doen aan So You Think You Can Dance brengt de emoties naar boven. Ja, het is toch wat, ik zie mijn ouders nooit, dus dan is het wel leuk dat zij kunnen zeggen van kijk wat mijn zoon doet in Nederland. Zo. Yeah, that's it. Laat het aan de jury zien dat jouw passie ja, is. Het, ja. Dat je iedereen thuis ook kan trots maken, tot in Indonesië. Goed, Herrold? Ja, komt goed. Gaat het? Yes. Ja? Gaat goed. Gaat, een beetje oppeppen en ga ervoor, oké? Herrold. Hoi. Hoe is het? Ja, goed. Heb je een beetje zin om te dansen vandaag? Ja. Goed zo. Ja, nou, je staat in Carré, dus ik zou ervan genieten. Ja. Gaan we staan, joh. Dan gaan we beginnen. Muziek. Pak ze maar op. Je bent wel even bezig, want je hebt er een heleboel gekregen. Wil je nog wat horen van ons? Of heb je zoiets van, ik ga er vandoor? Nee. Ja, ik wil wat horen. Ja, maar tuurlijk. Wow. Ik wil eerst even voor jou. Wat betekent dat voor jou? Want je was even goed aangedaan erdoor. Ja, ik doe het voor mijn ouders, zeg maar, deze keer. En die wonen in Indonesië. En zo'n fucking goede auditie, weet je? Controle, kracht, souplesse, atletisch vermogen, inleving, humor. Echt alles in één minuut. En je merkt het ook aan het publiek. En wij zaten hier met z'n vieren echt zo woem op jou ingefocust. En ja, echt supergoed. Ja, deed één beweging van het hele snelle opeens naar het hele langzame. En ik wist meteen van, shit, je hebt zoveel controle. Ik ging zelf al helemaal uit mijn dak. En ik heb van begin tot einde genoten. En ik zit nog steeds zelfs te shaken. Want je hebt me zoveel energie gegeven. Wauw. Oef. Dankjewel. Dankjewel. Het is bijna onmogelijk om mijn spraak los te krijgen. Dat heb jij voor elkaar gekregen. Alsjeblieft. En nu al je tickets voor braven en wegwezen.